Tino Martin heeft de afgelopen tijd meerdere optredens moeten cancelen vanwege gezondheidsproblemen. Daarom wil de zanger nu korte metten maken met de eventuele burn-out geruchten. Aan Show News vertelt Tino hoe het nu met hem gaat. Zo heeft Tino vorige week opnieuw een optreden moeten afzeggen omdat hij in het buitenland zat met een oorontsteking. De zanger kon hierdoor niet terugvliegen naar Nederland, omdat het volgens de arts levensgevaarlijk zou zijn. Hij was daardoor genoodzaakt om nog een aantal dagen langer te genieten van zijn welverdiende vakantie. Toch baalde hij enorm van dat hij zijn optreden moest cancelen, daarom wil de zanger iedereen op het hart drukken dat het echt alleen om een oorontsteking ging. Maar ik moet even met nadruk zeggen dat er in mijn geval echt geen sprake van een burn-out geweest. Ik zou niet eens weten hoe dat is of hoe dat voelt, aldus Tino. Niet alleen op het gebied van zijn gezondheid ging het de afgelopen tijd iets minder, ook op het liefdesvlak heeft Tino een turbulente periode achter de rug. Inmiddels gaat dat hem ook weer voor wind, want de zanger is opnieuw dolgelukkig met zijn ex-vriendin Kimberly. We zijn weer bij elkaar, we zijn gelukkig. We waren een tijdje uit elkaar, maar dat vond ik echt verschrikkelijk. Push came the shove, I don't really wanna talk about the things. All I say is why you tripping for? She's just a friend, I don't pretend. Mannequins, I'm a real man. I got soul, no Pinocchio. Girl, I'm not deceiving. I told you, girl, I'm not lying.